Hoi en welkom bij product update nummer 20 van Dynamite Magic Shop. Hier binnen is het lekker koel. Buiten wordt het vandaag 36 graden. Warm jongens, heel erg warm. Maar goed, we moeten een update maken. Elke donderdag komt er immers eentje. Nou, om de 2 weken dan. En vandaag is het weer die donderdag. Dus we moeten er eentje maken. En op het moment dat jij er zit te kijken, is die dus klaar. Ik dacht, pak wat te drinken erbij. Altijd goed met warm weer. Belangrijk ook dat je wat drinkt. Maar nu dacht ik, goh, misschien kun je er iets leuks mee doen. Ik heb hier namelijk een kastje. Zie je? Het is een transparante kastje. Open. Daarin kun je bijvoorbeeld een fles cola zetten. Zo, op deze manier. Nou heb ik daar toevallig, heel toevallig, een kokertje bij. Het kokertje kan er overheen. Zo. Waarom? Geen idee, maar het past er overheen. Nu heb ik ook een hele grote stalen plaat. Laat die plaat nu toevallig, zeg maar, hier zo doorpassen. En dan kun je daarmee die fles cola in tweeën delen. Hoe raar is dat? Maak het nog gekker. De fles cola is in 2 delen. Die eroverheen. Al kun je die naar mijn idee weglaten, maar het hoort erbij. Het mes eruit, zo. Kokertje eraf. En je fles cola. Dat kun je gewoon gebruiken. Je kunt eruit schenken als je wil. Het is gewoon echt cola wat erin zit, dus je kunt er echt uit schenken. Er zit een etiket op uit, ik vermoed China. Kun je gewoon vervangen. Als je een Nederlands label erom wil, no problem. Dit is de Zigzag Coca-Cola. Kost, even spieken, €109,95. Ja, ontvang je helemaal compleet. Alleen je moet het flesje zelf even vullen met cola. Is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Dus dat is de Zigzag Cola. Plaats hem even hier, zo. Nou, we het toch hebben over cola, hebben we hier iets heel anders. Dat is lekker logisch wat ik nu zeg. Maar het is mijn cola flesje vandaag. Ik kom even een beetje richting camera. Zie, het is een cola flesje ook open. Er zit water in. Nou, dit water zit er niet voor niks in. Daar gaan we namelijk iets speciaals mee doen. En wel het volgende. Ja, dat flesje zetten we even neer. Zoals je lucifer, skaal er even eentje uit. Zo, leg even hier neer. Nou, je pakt een flesje cola. Een glazen flesje met vloeistof erin. Bij voorkeur juist geen cola. Waarom? In cola en 7-Up en andere koolzuurhoudende dranken zit koolzuur. En op het moment dat je gaat doen wat ik nu doe, dit, gaat dat bruisen. En dat wil je niet voor deze truc. Dus ik heb er nu water in gedaan. Dat is ook het mooiste. Zal je zo meteen zien waarom. Als je nu namelijk je vinger weghaalt, blijft dat water op magische wijze in de fles zweven. Stel voor, je neemt een lucifer. Ik kom richting camera. Geen paniek. Kijk. Zie? Een lucifer drijft bovenin. Nou, je kunt het ook wel keurig terugdraaien. De fles is echt van glas, zeg maar. Nou, mensen mogen die hele fles checken als ze willen. Het mooiste is namelijk dat je dit kunt vertonen met een geleende fles. Nou, zijn er nadelen? Nee, behalve dat het alleen kan met een glazen flesje. Dus ben je ergens, heeft iemand een glazen flesje. Bij voorkeur vul je het met water. Als je iets wil doen met een potlood of tandenstoker, dan zie je ook visueel dat erin gaat. Ja, heel cool. Dit heet op de website Levitating Water. Kost €7,50 en ontvang je met de speciale gimmick welke je altijd bij je kunt dragen. En een Nederlandstalige video-instructie waarop ik uitleg hoe dit werkt. De levitating water. Ik plaats hem even op de grond. Gaat hij ook niet vallen. Zo. Dan iets heel anders. We hebben hier namelijk een doosje met daaromheen een elastiekje. Ik haal het er even af. Een zwart doosje. Nou, het legt je er even af. Met daarin een rood doosje. Nou, het rode doosje is overduidelijk kleiner, anders zou het niet in het zwarte passen.
maak het even open. En in dat rode doosje zit namelijk één gele sponsbal. Nou, die sponsbal zorgt ervoor dat een doosje kleiner wordt. Dat klinkt heel vreemd, dat weet ik. Maar stel voor dat je een doosje zou pakken. Ik pak hier even het zwarte doosje. Dan past dat plotseling ook in een rood doosje. Nou, dat komt, zei ik al, als je een sponsbal in een doosje stopt, wordt het kleiner. Maar die sponsbal ligt hier nog. Maar dat maakt niet uit, want als je het openmaakt, wat ik al zei, zie, heb je een sponsbal. En doordat er een sponsbal in zit, is het zwarte doosje kleiner geworden. We begonnen met het rode doosje binnenin. Ik zal het laten zien. We begonnen eigenlijk op deze manier. Zo, dit zat helemaal hierin. Zie. Helemaal niet logisch, want er liggen hier al twee sponsballen. Dat zou dus betekenen dat je toch nog een sponsbal in zit, zie. Nou, dit zijn de spongeboxes. Eigenlijk is dit afgeleid van Parabox van Tenjo vroeger. Het enige verschil is dat Parabox vroeger nam je de drie balletjes bij elkaar. Die stopte je in de vuist. Zo, en dan werd dat één grote rode bal. Kan dat met deze ook? Moeilijk. Want je zou een groeiende bal moeten bijkopen en die past waarschijnlijk net niet in deze doosjes omdat die te groot is. Die van Tenjo waren vroeger net iets zachter. Dus dit is de truc Spongeboxes noemen wij hem. Kost €12,50 compleet met alle doosjes en de balletjes. Heb je dat al eerder gezien op onze website? Dat kan, want we hebben ook een mini versie. Dat zijn echt hele kleine doosjes en hele kleine balletjes. Volgens mij €9,50. Staat ook op de website. Je ontvangt de truc, dus de doosjes, de balletjes en een video instructie met de werking. De spongeboxes. Zo, die gaan opzij. Spongeboxes. Wat hebben wij hier nog meer? Wij hebben hier nog meer. Oh, mijn sleutels. Geen idee waarom die hier liggen trouwens, maar goed. Ja, dat is ook wel leuk. Laten we dat eens doen. We nemen een... je leent een munt. Nou, pak even deze. Stift. En een stukje... papier, zo. Stel voor, je leent een munt, zet daar een merkteken op, ik doe even zoiets kleins. Ik ga het even om het idee. Kijk, ik ga het laten zien. Schroef bij de kool hierom. 20 cent met een smiley erop. Ja. Die vouwen we zo in het flespapier. Maken we zo'n klein pakketje van. Pak we even de stift. Doen we dat even tussen de dop, zodat het geen kant op kan. Dan blijft het netjes zitten. Zo, blijf. Kijk. We hebben namelijk nog een aansteker. Nou, mooi is, die aansteker. Stel voor je dat je die munt pakt. Zo, in het flespapier. En je doet dit. Is de munt spoorloos verdwenen. Niemand weet waar de munt is. Oh ja, trouwens, hier heb ik nog steeds mijn sleutels. Zie. Maar aan mijn sleutels, daar hangt een zwart doosje. Ik weet niet of je het kunt zien, maar hier hangt een zwart doosje. Zie. Het zwarte doosje zal ik even openmaken. Ik zal het zo eerlijk mogelijk doen. Zo. En in dat zwarte doosje zit namelijk nog een zwart doosje. Als je het zwarte doosje openmaakt, mag de toeschouwer normaal zelf doen, zit daarin... nog een zwart doosje. Ik wil het zo eerlijk mogelijk doen eventjes. Als je dat doosje openmaakt. Kom even die kant op weer. Ik ga lopen vandaag. Kijk. Zit daarin. De munt. Met de smiley. De 20 cent. Nou, dit is de Vault. Het is gebaseerd op de klassieke Nest of Boxes. Nest of Coin Boxes hebben wij vroeger ook al heel lang geleden zijn begonnen ermee te verkopen. En we verkopen dat nog steeds overigens. Maar dit is een hele gave versie aan de sleutelhanger. Dit is niet de meest ideale truc om op video te doen, zeg ik erbij. Maar ik wilde hem toch even laten zien. De Vault krijg je compleet. Nou ja, compleet zonder sleutelbos. Je hangt gewoon de gimmick. Nou ja, de gimmick. De complete sleutelhanger hang je aan je sleutelbos. En je bent klaar om te gaan werken. Dit is eigenlijk een ring flight met een Nest of Boxes gecombineerd. Is het moeilijk? Nee, technisch is het niet moeilijk. Wat ik nu deed was even mijn eigen variant.
Maar je hebt allerlei manieren om de munt te laten verdwijnen en terug te laten komen in de doosjes. Ik laat het zo zien hier in de winkel, zoals ik het net liet zien. Nou, de Volt krijg je dus met de DVD ook erbij. Een uitgebreide video-instructie voor €62,50. Is dit indrukwekkend? Ja, dit is heel indrukwekkend. Denk eraan, mensen signeren de munt. De munt ligt hier nog, in het papiertje gedraaid. De sleutels liggen al de hele tijd op tafel. De munt verdwijnt. Je wijst op het doosje. Nou, in theorie mogen de mensen hetzelfde doosje ook openmaken, maar het is mooier als jij het doet. Duidelijker. Je geeft het tweede doosje aan de toeschouwer en vanaf dat moment mogen ze alles zelf openmaken. En helemaal binnenin zit hun munt. Nou, het kan ook met een ring. Mits de ring niet te groot of te dik is. Het moet natuurlijk in het kleinste doosje passen. Dus een kleine trouwring of zo, geen probleem. Een dikke zegelring, dik probleem. Oké, de Volt was dat. Oh ja. Ik heb een nieuw vriendinnetje. Kijk wat ik voor haar gekocht heb. Ja, een bos bloemen. Mooi, hè? Ja. Maar af en toe vind ik echt wel zwaar irritant, hoor. Ze kan echt zo irritant zijn. Eigenlijk verdient ze die bosbloem helemaal niet, weet je. Kijk, het mooi. Ja, laatst hadden we afspraak ook. Ik kwam helemaal niet opdagen ook. Echt super vervelend, weet je wat. Kijk, het mooi, de bloemen. En ja, ik heb daar een hekel aan, weet je. En koken ook, koken ook niet. Het is echt verschrikkelijk, weet je. Ik heb er eigenlijk helemaal niks aan. Nee, ik bedoel, dans kan ze ook niet. Ik ook niet, maar goed. Dus, ja... Eigenlijk had ik die bloemen beter niet kunnen kopen, weet je. Het schiet toch niet op. Oh jee, die komt ze aan. Ik hoor ze komen. Oké, wacht even snel. Hoi. Ik heb een bloemetje. Ik geef hem straks even voor je. Goed? Oké. Ja, ik hou ook van jou. Ja, ja, ik vind je ook tof. Vergeet even dit verhaal, het sloeg nergens op. Dus een manier om dit te doen. Het is het groeiend boeket, oftewel het blooming boeket. Je kunt de bloemen weer afplukken, zoals ik net deed. Pak even een paar terug. Even duiken. Ik zal niet alles prepareren, maar even voor het idee. Je kunt ze eraf plukken, maar je kunt ook bijvoorbeeld... doen alsof je allergisch bent. Dat kan ook. Nou, ik pak ze toch allemaal. Zo, stiekem preparatie, doe goochelaars altijd. Zo. Tadaa! Eén bos bloemen. Maar goh, ik ben toch zo achoo, allergisch voor die bloemen. Oh jee. Oh, ook. Nou, dan kun je er ook, als je wil, zelfs een doek overheen hangen. Dat kan ook. Dat je een doek eroverheen hangt. Of je zegt gewoon... En de bloemen groeien weer terug aan de steel. Je kunt deze natuurlijk ook in een changebag stoppen. Oftewel in een verdwijnzakje, verdwijndoosje. Ze verdwijnen spoorloos. Je kunt het zelfs een kind in de hand geven met de doek eroverheen. Zonder bloemen. De bloemetjes verdwijnen aan de ene kant. En als je het doek wegneemt, zitten ze terug op het boeket. Dit is van Tora Magic. Het blooming boeket. Super deluxe met 5 bloemen. Kost dan ook 105... Waar is die? €135. We hebben ook een versie van 3 bloemen nog. Daar hebben we nog eentje van. Die gaat eruit. €89. We hebben ook budget versies. Check gewoon even bloeiende boeketten. Ik dacht €25. Maar goed, dat ziet er ook budget uit. Niet zoals dit. Het blooming bouquet. Oftewel het groeiend boeket van Tora Magic. Heel mooi gemaakt. Met de hand allemaal. Dus dat is super kwaliteit. Oh ja. Oh ja. Vergeten. Je zag me de... Truc met de doosjes doen in de sponsballen. De naam van de doosjes is ook wel Gozenta boxes of in- en outerboxes. Nou, dit is een grote variant. Ik had hem er even bij gezet om te laten zien, maar ze hebben doorgeschoten. Zie, het zijn hele grote dozen. Werkt hetzelfde, alleen zonder sponsballen. Je kunt natuurlijk een verhaaltje bij verzinnen. Dus de zwarte doos past in de rode doos, maar zoals je net in het begin al zag, past ook de rode doos. Past ook in de zwarte doos. Er zijn hele routines over gepubliceerd met dit ding. Uiteraard ook te koop. Gozenta boxes groot op de website. €15. Hebben we nog iets cools? Ja, ik zie hier nog wat liggen. Een spel. Kaarten. Wij gebruiken seconds. Uiteraard kun je zelf ook gewone kaarten gebruiken. Ik pak even het muntje van ze straks met die smiley erop. 20 cent. Ik zal even die laten zien. Ik weet niet of het te zien is, maar het is hem echt. Blijf.
stokkaarten. Blauwe rugzijde. Je laat iemand een kaart kiezen. Je zoekt dan je veelstift tussen alle rommel van de 10 minuten die je net al hebt gedaan. Nee, dus je laat iemand een kaart kiezen. Ik zeg voor, stel voor deze. Oh, mooi kaart, schoppenaas. Daar maak ik ook een hele grote smiley van. Met zijn schoppenaasneus. Kijk, is dit. Oké. Kaart gaat ergens in het spel. We schudden de kaart in het spel. Zo. Geen idee waar die zit. Hoeft ook niet, want deze munt gaat ervoor zorgen dat wij die kaart zo meteen helemaal kunnen terugvinden. Schud de kaarten even goed door elkaar, dan wil ik zeker weten dat alles goed gemixt is. Zo. Kijk, heel mooi. We nemen de munt. Nou, kom ik weer. Ik ga even lopen. Geen fancy moves hier. Leg de munt op het spel. Zie, hij ligt op het spel. Zo. En nou komt het. Je pakt namelijk die munt. Zo. Neemt hem van het spel af. En hij verdwijnt spoorloos. Helemaal weg. Nou, ga even terug deze kant op. Dat is beter, is makkelijker. Het leuke is, de kaart zit ook ergens in het spel. Maar de vraag is, waar is de munt? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, als je het spel nu kopieert. En je legt het neer, zo. Ik kan het op tafel leggen. Dan mag de toeschouwer zelf kopiëren. Zie. En dan belandt hij op, ik zal het even samen vasthouden, op de gesigneerde kaart. Nou, het muntje ligt net verkeerd om. Zie je, maar het is ook echt het gesigneerde muntje. Nou, dit is Blockbuster. Echt een hele makkelijke routine. Echt goed te doen ook. Mooi gemaakt. Alleen de gimmick zelf al is wel heel cool om de munt te laten verdwijnen. Van Mark Mason, oftewel JB Magic. Verkrijgbaar in rood en blauw. Dat houdt in de gimmick die moet overeenkomen met de kleur van je spel. Nou, ik heb hier een blauw spel, dus een blauwe gimmick. Blockbuster kost €32,95. Je ontvangt dus de gimmick met een duidelijke instructie-DVD. De gimmick voeg je toe aan je eigen spel. Dus een kaartspel zit er niet bij. Bestel anders meteen een spelletje mee, mocht je er geen hebben liggen. Blockbuster van Mark Mason. Ja, het is overigens weer een nieuwe maand. Joehoe! Het is juli. In de maand juli hebben wij weer een nieuw mystery item van de maand. Wat is dit? Dit is een piramide die je kunt openklappen. Tadaa! Die kun je openklappen. Aan de ene kant is die blauw. Aan de andere kant is die rood. Zie? Nou is het grappige. Je kunt dat ding ook dichtvouwen. Dan maak je hier de bodem van. Je maakt dit de achterkant. Zo, dan kun je ook zie, laten zien. Zie? Zo. Maar het leuke is dan, dat als je wat nodig hebt, ga je met je hand in de piramide. Zie je, dan haal je er gewoon. Bijvoorbeeld. Een hele grote. Is maar een voorbeeld. René, waar ben je? Ik ben hier achter de doek. Een hele grote doek uit. Niet voor close-up geschikt, meer voor toneel. Kost normaal €17,50. Deze maand tot 31 juli. €10. Op is op, weg is weg. Pyramid of Plenty. Je ontvangt enkel de piramide met gebruiksaanwijzing. Niet de doek. De doek alleen kost al 15 of €20. Dus dan weet je dat. We hebben doeken genoeg. Zou je er willen mee bestellen? Maar voor de rest, Pyramid of Plenty. €10 mystery item van de maand juli 2015. Doe even een hele kleine knip. Oké, we moesten weer even een kleine knip maken. Omdat ik anders even niet kon inzoomen. Zoals je ziet, ik ga even mijn handen een beetje beter filmen. Niet dat die zo mooi zijn, maar dat is wat duidelijker voor dit effect. Wij hebben een spel blauwe bicycles. We gaan even wat speciale kaarten opzoeken. Want ergens zitten hier twee hele vreemde kaarten in. Daar hebben ze al. Twee hele vreemde kaarten. Dit zijn namelijk twee kaarten. Elk met een gat. Nou, verder niet heel speciaal. We gaan kijken welke kaart bovenop het spel ligt. In dit geval is dat een ruitenkoning. Die ruitenkoning gaan we gebruiken voor iets heel speciaals. Ik zal laten zien wat er gaat gebeuren. Die ruitenkoning gebruiken we samen met deze twee kaarten. Ik zal laten zien wat we gaan doen.
Je pakt namelijk de ruitenkoning. Die leggen we even zo dwars hier zo bovenop. En we leggen die even tussen de rode kaarten. Op deze manier. Zo. Helemaal ertussen. Voor de mensen die nog niet geloven. Zit er echt tussen. Maak even netjes recht. Zo. Kijk. Je kunt ook nog draaien. Dus wat je zelf wil. Dus even netjes in het midden leggen nog. Kijk. Alles wat je zelf wil. Zie. Maar let op. 1. 2. 3. Nu zeggen de mensen, ja, dat is allemaal leuk, maar dat zijn natuurlijk allemaal speciale kaarten. Nee hoor, kijk, je hebt de kaart wat gaat, niks mis mee, zie. Maar ook deze, dus gewoon allemaal normale kaarten. Dus je mag het allemaal gewoon laten controleren. Dit is Hole 2.0 van Michael Chatelain. De geniale man die 101 dingen uitbrengt, allemaal met gimmicks. Ik ga niet vertellen welke gimmicks hij meestal maakt, maar de mensen die Michael Chatelain kennen weten dat het allemaal goed is. Wat ontvang je? Je ontvangt de DVD met de gimmicks. Belangrijk ook, dit is bijvoorbeeld een blauwe gimmick. Vraag je af, hey, maar die kaarten in het, met die gaten waren rood. Ja, daar gaat het ook niet om. Het gaat om de gimmick die je niet ziet. En die is in dit geval blauw, oftewel de kleur van mijn kaartspel. Hole 2.0 kost €28,50. Nou, nogmaals, je ontvangt de DVD met de gimmicks. En die voeg je toe aan je eigen, in dit geval, blauwe bicycle spel. Is het moeilijk? Nee, maar als je echt helemaal beginner bent en... niet weten hoe je de kaarten goed moet vasthouden, dan kun je hier enigszins moeite mee hebben. Maar voor de rest, voor iedereen die een beetje handig is, kan dit doen. Ik schakel even terug naar het volledige scherm. Daar komt ie. Dynamo D komt dichterbij. Vergeet het niet. Heb je nog geen kaartje gereserveerd? Doe dat via onze website www.dynamoid.nl voor alle info. En kaartjes reserveren kan via die site. Dan kom je uiteindelijk in onze webshop. Of direct in onze webshop onder de categorie Dynamo D. Dan... Ja, enige tijd geleden is Barry Mellin, de grappigste clown van Nederland, zoals vele mensen hem ook wel noemen, is overleden. En Barry heeft jarenlang, samen met enkele andere mensen, hele mooie spullen verkocht. Voornamelijk waren dat grote toneelattributen, kindertrucs en allemaal mooie dingen. Wij hebben er ook een aantal dingen ooit van verkocht. Maar goed, uiteindelijk is allemaal dat materiaal nu over. Nou ja, dat houdt in, het lag ergens en het werd dus niet meer verkocht. En in overleg hebben wij dit allemaal overgenomen. Nou, dit is echt heel veel. Waar praten we over? We praten over als je een verhuisdoos neemt en dan... Nou, laat ik zo zeggen, we hebben de helft opgehaald en we hadden 60 dozen vol. De helft. Dus er komen nog 60 dozen, maar dat is over een paar maandjes. We hebben dus echt gigantisch veel materiaal. Ik ben met uitpakken nu bijna op de helft. En ik kan het niet meer laten hier in de winkel. Die winkel staat heel vol. Je ziet hier nu het beeld ook van wat spullen die we al hebben uitgestald. En er komt dus nog 3 keer zoveel bij. Nou, al deze items komen niet op onze website. Uitzonderingen daar gelaten. Waar er heel veel van zijn, zetten we op de site. Maar de rest komt op een speciale Facebookpagina. En die heet DMS Magic Shop Unieke Items. Dus als je naar Facebook gaat, je kunt daar ook komen via Dynamite Magic Shop Facebookpagina. Maar typ even DMS aan elkaar... En dan Magic Shop Unieke Items. En je komt op een speciale pagina waarop wij de items posten die wij nu allemaal zijn aan het uitpakken. Daar kun je op reageren. Die kun je ook uiteraard gewoon kopen. Reageer erop. We maken een link voor je in de webshop. En dan kun je dat alsnog gewoon afrekenen. Dus dat is het. Nou, weet je wat? Buiten is hartstikke fijn weer. En ik weet dat het bad vol is. Ik kijk van hieruit door de deuropening. Ik neem een sprint en ik duik in het zwembad. Ik zou zeggen... Tot update nummer 21. De ballen, ik ben weg.